dinsdag. Ik heb gisteren niks gevlogd. Dat had een reden. Dat had de reden dat ik... dat ze überhaupt gisteren... Als je de vorige vlog hebt gezien, dan weet je dat ik heb verteld... over het feit dat ze de dak... dat ze het dak komen doen. Gisteren ging dat niet door, verband met het weer. Het is nu dinsdag. Vandaag komen ze wel. Maar ik moet zo meteen naar mijn werk. Dus ik moet over... Ik heb geen idee hoe laat ik weg moet. Ik ga even gauw kijken... wel belangrijk om te weten hoe laat ik weg moet. Ik ben een beetje alles tegelijk aan het doen vandaag. Ik weet niet wat ik heb. Ik ben me meer bezig aan het houden met andere dingen dan de dingen die ik moet doen. Oh, half uur. Over een half uur moet ik weg. Ik heb mijn Love Mugean tas in gebruik voor vandaag. Het wil neer focussen. Nu wel. Dat merk ze echt peperduur. Maar ze zijn zo fijn. Deze kosten. Ik ga niet vertellen hoe al die andere tassen kosten. Maar deze kosten me 109 euro. Was afgeprijsd. Oh nee, niet. Ik heb 89 euro betaald. Is nog duur. Maar oké. Okay. Ik heb een potje koffie gezet. Ook voor mijn paas die zo beneden komt. Ik denk dat is toch wel fijn ook voor hem. Om dat te hebben klaarstaan, een bakkie. Aangezien die thuis is, want de mensen van het dak komen dus vandaag. Als het goed is, koop het. Ik hoop het echt waar, want anders gisteren zaten we dus met z'n allen heel vroeg gezellig op voor niks. Was wel vervelend, maar ik ga lekker even een bakkie doen en tv kijken. Want ik heb nog een half uur. En ik ben zelfs nog een half uur langer blijven liggen, want mijn wekker ging om 5:45. En ik werd wakker gemaakt door een vriend om 6 of zo. Toen dacht ik, ja dag. Ik ga er dus echt nog even uit. Daar beginnen we dus gewoon niet aan, hè. Echt niet. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ik ga even tv kijken. Want ik heb verder niet zoveel meer te doen. Ik moest wel even mijn haar feunen. Maar aangezien, ik ga het wel even feunen. Maar waarschijnlijk heb ik daar toch niks aan. Ja. Even kijken hoor jongens, het is nu 6:06. Ik heb trouwens een Michael Kors hoesje om, mijn telefoon. Zo'n fijn hoesje. Is zo ontzettend fijn. Ik wil hem laten zien, goed laten zien. Zo kan het wel een beetje, denk ik. Kijk. Hij is heel tof. En super stevig, dus als ik hem nu laat vallen gebeurt er niks. Maar ik heb gewoon een trui aan vandaag. Officieel mag het niet op de werkvloer, maar ze kennen me wat. Ik heb het koud. Ik ben niet warm te krijgen de afgelopen dagen. Dus ik heb gewoon lekker zwarte trui. Ik heb een gele broek uit Antwerpen aan. Zit gewoon heerlijk. Echt nog steeds. Perfect. Maatje 36. En ik zit erin. Nou echt. Ongelooflijk. Mijn ouders liggen nog te slapen waarschijnlijk. Ze zijn nu wel wakker. Oeps. Maar ja. Ik ga jullie overigens niet meenemen naar werk, want het heeft geen zin. En onderweg naar huis heeft het ook geen zin, want het waait hard en het is een beetje takkenweer vandaag. Dus het heeft sowieso geen zin om onderweg terug te gaan filmen. Dus ik zie jullie denk ik gewoon vanmiddag weer als ik thuis ben. Maar goed, ik ben nog niet weg, dus ik kan gewoon nog even lekker door kletsen. Dat is toch wel weer lekker. Ik begin dat dus steeds vaker weer een beetje terug mee op te pakken. En dat vind ik gewoon heerlijk. Om het vloggen weer een beetje terug te hebben. Ik ben het echt een beetje... Ik weet niet, de afgelopen 2 maanden ben ik dat echt een beetje kwijtgeraakt. Mijn feeling ervoor. En ik had er geen zin in. En, nee, dat was niet helemaal mijn ding. Maar nu... Helemaal top. Ik ben helemaal happy de afgelopen 2 weken. En ben lekker terug in mijn vel, op mijn vrolijk. Heeft ook wel te maken met de contacten die ik nu heb, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik ga verder niet te hard van stapel lopen, maar ik zou blij zijn als ik eindelijk wat gevonden heb. Echt waar. Ik kan het goed vinden en het bevalt me allemaal goed. Het is gezellig. We irriteren elkaar niet ofzo, dus... Wie weet jongens, wie weet. Maar wat ik zeg, ik ga niet te hard van stapel lopen. Want dat heb ik de afgelopen 4 keer al gedaan. En dat liep dus op niks uit. Dus vandaar. Maar goed, in ieder geval koffie. En
Even lekker niks. Even lekker helemaal niks. Ik ga zo meteen even een lipstiftje opdoen. Ik heb een hele fel rode lipstick gehaald. Maar als ik die heel licht opdoe, dan valt dat heel erg mee. En daar ben ik heel blij mee. Maar even lekker twee kijken. Ik ben echt blij. Ik sta laatst natuurlijk gewoon heel vrolijk op. De afgelopen twee weken, die camera focus echt slecht nu. Nee, de laatste drie, vier weken sta ik zo slecht op. Ik werd wakker. Ik dacht, nee, ik wil er niet uit. Ik heb geen zin in dit, dat. Oh, trouwens, mijn schouder betreft. Ontiegelijk veel pijn nu. Ik heb gisteren de echo gehad. Ik zag er niet heel lekker uit, zei de radioloog. Maar goed, ze mogen natuurlijk niks zeggen. Officieel. Maar het kost me heel veel moeite. Ik heb een injectie gehad met pijnstillers. Omdat ik hem gewoon niet kon bewegen. Je moest je arm ook een keer zo opzij doen. Ja, dat kon ik niet. Of naar achter of naar voren. Ja, dat kon ik niet. Dus door de pijn ook gewoon. Dus ik heb een pijnstillende injectie gehad. Waardoor ik het allemaal minder voelde. En waardoor er wat meer mogelijk was. Dus ik moet zeggen, ik heb er gisteravond niet zo heel veel last meer van gehad. Maar nu wel. Ik werd vanmorgen wakker en toen dacht ik, oh. Want ik slaap ook altijd op die kant. 99% dan. En nu lig ik tegenwoordig op de andere kant. Het is heel raar om soms ook zo in slaap te vallen of zo. Maar ja, lekker is het niet. In ieder geval ga ik zo lekker naar mijn werk. Lekker is anders. Ik heb trouwens een nieuwe jas gekocht bij de TK Maxx. Echt een super toffe jas, blauw. Heel warm, heel dik. Met van die handdingen waar je zo je vingerduim doorheen kan doen. Echt een topjas. Dus die ga ik overigens zo meteen ook lekker aandoen. Maar het is zo tijd om richting het werk te gaan. Het is 10 over. Ik heb besloten om 35 te vertrekken in plaats van 25. Dus 10 minuten later. Want anders ben ik er voor 8 uur. Kijk, ik kan geen kwaad, maar ik voel me niet echt gehaast. Want ik kwam er dus ook achter dat ik dus helemaal niet sta ingeroosterd voor vandaag. En dat vind ik echt niet tof. Want dat betekent, als ik niet op het rooster sta en er staat niet gemeld dat ik moet werken, dan krijg ik niet betaald. Dus voor de dagen die ik nu ga werken, vandaag en morgen, krijg ik dus niks betaald. En dat vind ik zo niet tof en zo. Oh, ik ben er nog steeds heel boos om. Ik vind dat echt niet grappig. Dus vandaar. Even inloggen. Even kijken of het nu veranderd is toevallig. Je weet het niet. Maar leuk is het niet, jongens. Echt niet. Totaal niet leuk. Trouwens, hou maar rekening mee dat deze vlog deze week niet heel erg druk wordt, zeg maar. Waarschijnlijk wel lang met geklet, maar verder niet zo heel veel. Even kijken. Rooster. Dat bedoel ik. Ik sta dus niet op de rooster. Dus ik ben er. Maar ik ben er niet. En dat vind ik niet normaal. Vind ik echt niet grappig. Ik vind het zo niet tof. Plan me dan gewoon een ochtend in. Officieel ben ik niet. Ik kan nu gewoon thuis blijven. En lekker, hè, lekker thuis blijven. Lekker thuis zitten. Lekker niks doen. En dan merken ze het niet eens. Ze weten niet eens dat ik kom. Nee, ik vind dat niet kunnen. Ik wil wel even checken wie er werkt vandaag. Jammer. Ik weet al wie hier werkt vandaag. Kan ik nog thuis blijven? Maar goed. Oh, wacht, er werkt nog iemand. Wat ik wel leuk vind. Dat kan ook nog wel. Dat kan ook nog wel. Dat kan ook nog wel. Oh.
Ja, dat kan nog wel. Maar leuk is het niet. Maar goed, maakt niet uit. We gaan gewoon. Ondertussen ben ik 6 minuten aan het filmen. Mag het maar niet. Ik ga koffie drinken. Zometeen even lekker mijn jas aan doen. Spulletje in mijn tas. En let's go. Oh ja, en ik ga even een wrap maken, denk ik. Ik heb wat trek in een wrap. Even eten. Ik ontbijt nooit, maar daar heb ik trek in. En dat is bijna op. Heerlijk. Het is tijd om te gaan. Hey. Hey. En het is vandaag donderdag. De dakdekkers die zijn ondertussen weer hier. We zijn er allemaal weer op tijd uit gegaan vanmorgen. Ik heb even een kop koffie. Vandaag is de dag dat ik naar de huisarts moet. Ik heb gisteren gewerkt. En gisteren heb ik mijn medisch rekeningcertificaat binnengekregen. Oftewel, ik mag medicatie gaan delen. Zo blij. Zo blij. Maar dus ik heb gisteren gebak gehaald. En lekker gegeten voor, en lekker eten voor de middag. Ik was echt, ik moest ik heel even vieren. Ik heb een 9,8 gehaald. Zo top. Maar vandaag naar de huisarts. Voor de uitslag van mijn schouder. Ik heb nog steeds pijn. Ik kan nog steeds bijna niks met mijn arm. Dus ik ben heel erg benieuwd wat eruit gaat komen vandaag. Ik ben een beetje bang voor de uitslag, dat wel. Maar we gaan het meemaken. Het is niks anders dan afwachten vandaag. Ik heb overigens niet zoveel make-up op. Ik had er niet zoveel zin in. Ik ga zo wel denk ik een klein beetje oogschaduw, een beetje mascara opdoen. Maar voor de rest denk ik het allemaal best. Ja... Vandaag dus naar de huisarts. Heb ik er zin in? Nee. Maar het moet wel. Ik wil graag de uitslag ook wel weten. Ik ga jullie even neerzetten. Niet heel erg charmant, maar dan hoef ik hem niet vast te houden. Maar dus vandaag dus niet zo heel veel op de planning eigenlijk. Een beetje mijn gemak houden. Vanmiddag naar de huisarts. Moet er nog even geld binnen. En verder niet zoveel eigenlijk. Dus dat scheelt wel. Verder heb ik ook niet zoveel op de planning. Wat ik nog wel wilde doen was nee, dat weet ik eigenlijk niet eens meer. Nee, eigenlijk niet eens meer een idee. Ik wilde nog wel iets gaan doen, maar ik weet het even niet meer. Oh ja, trouwens, de Starbucks kerstkoffies zijn uit vandaag. Eindelijk. Ik wilde heel graag even naar de Starbucks. Misschien dat ik het nog ga doen vandaag. Misschien ook niet. Ik weet het niet. Ik kijk wel aan. En ik heb geen zin om helemaal die kant op te gaan. Voor niks. Dus ja. Heb ik goed geslapen? Nee. Ik heb echt heel slecht geslapen. Dus ik ben ook echt een beetje dat ik denk van wacht. Nee, niet helemaal 100% mezelf. Maar dat maakt niet uit. Ik kan geen kwaad. Ik ga denk ik lekker even tv kijken of zo. Ik heb toch niet veel te doen. Er is niet veel te doen. Dus ja, en ik heb ook geen zin om op te ruimen. Ik moet een paar kleine dingetjes opruimen, maar daar heb ik echt geen zin in. Dus ik wacht het lekker af. Tot het 2:30 is, ga ik naar de huisarts. En voor de rest zie ik het al. Oké. Oh my god, jongens. Ik kom terug van de huisarts. Lang verhaal kort. Scheurtje nog steeds in mijn spier. Tenminste, die zit daar dus. We hebben hem gezien. En ik kan dus helemaal niks meer. En een slijmbeursontsteking in mijn schouder. Ik heb een injectie gehad achter op mijn schouder. Tussen mijn pees en mijn spieren. En weet ik het wat allemaal. En oh, dat doet zeer. Ik heb zoveel pijn. Zoveel pijn heb ik dus niet gehad. Maar heb ik nu wel. Ik kan niks. Ik kan mijn arm niet omhoog doen. Ik kan me niet bewegen. Het doet pijn. Het zit vast. Oh, ik had liever die injectie niet gehad. Oei. Dit is niet leuk. Dit is echt niet leuk. Oh, ik ga even bellen.
Oh, hey. Goed. Ik heb het weer een beetje benauwd op mijn borst. Maar ik ga slapen. Ik ben kapot. Ik ga heel even een nachtmasker opdoen. Vind ik wel even lekker. Mijn schouder ziet er trouwens zo uit. Ik weet niet of ik dat heb laten zien. Maar er is dus een kruisje op mijn schouder gezet. Waar ze moesten prikken. Ik kan nog steeds helemaal niks. Ik heb vanmiddag lekker zitten bellen. En vanavond lekker gebeld met een vriend. En morgen ga ik even naar Chantal. Een paar spullen van haar die ik moet brengen. We gaan even een pakje koffie doen. En verder ga ik waarschijnlijk morgen weer die vriend bellen. Maar verder niet zo op de planning morgen, denk ik. En morgen even werk bellen met de mededeling wat er nu allemaal gekomen is. Zullen ze niet blij mee zijn, denk ik. Maar iets niet anders. Maar goed, ik ga in ieder geval slapen. Ik ben moe. Ik hoop dat ik kan slapen. Want ik heb echt ontiegelijk veel pijn. Niet normaal. Dus we gaan het meemaken. Ik hoop dat ik heel even kan slapen. Goed, in de metro. Ik ben er dus klaargemaakt. Het is vrijdag vandaag. En nog één dag voor de mondkapjesplicht erin gaat. Zo ja. Maar ja. Dit maar. Het is water. En Chantal wacht daar op, want ik heb wat spullen voor haar. Die ik zou erop uiteraard. Dus dat ga ik even doen. We gaan even een bakje halen. Letste rondje door de stad met z'n tweeën lopen. Ik heb ontiegelijk voor pijn in mijn arm. Kan ik je vertellen? Ik heb me vanmorgen, het heeft anderhalf uur geduurd voordat ik een beetje aangekleed was. Het zat niet echt mee. Verder heb ik ga ik wachten tot de metro gaat draaien en gaan we richting Chantal. Gezellig. Yay! She's back! We hebben een eerste kerstkoffietje. Oh, lekker hoor. Gingerbread latte. Ik zal meteen die stroopwafel proberen. Daar ben ik wel heel benieuwd naar, want die is ook echt nieuw. Ja. Ik ben echt heel benieuwd. Dat moet lekker zijn. Dat moet bijna wel lekker zijn. We gaan even een rondje doen door de stad. Straks nog een koffietje. Nee. Even lekker eruit. Koud! Ja, het is niet warm, dat is waar. Maar ja, we zijn warm aangekleed. Winkeltje in, winkeltje uit en houden we het wel vol. What's up? Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Ik zou vandaag even op pad gaan. Maar die vriend ligt volgens mij nog te slapen. Dus dat is jammer. Maar ik heb nog niks van hem gehoord. Het is einddag nog niet voorbij. Maar ik ben de hele dag dus eigenlijk niks aan het doen. Ik heb pijn in mijn arm, dus ik doe ook niet zoveel. Maar ik had dus in één keer het idee, ik moet opruimen. Ik moet al weken opruimen. Ik wil niet opruimen. Ik heb er geen zin in. Maar ik moet het wel gaan doen. Dus, trouwens hoger dan dit krijg ik mijn arm niet. Dit is het hoogste. Ik kan mijn bovenkant van mijn bovenarm kan ik niet omhoog tillen. Maar ik ga dus opruimen. Nou moet ik zeggen, de kant van mijn bed, dat is allemaal prima. Maar het gaat mij meer een beetje om dit. Ik bedenk me nu ook over... Nog geen maand staat de kerstboom hier. En die wil ik het liefst voor het raam hebben staan. Dus ik moet even kijken hoe ik dat ga doen. Maar die kast moet daar dus weg dan. Ik denk dat ik die kast op de oude plek terug daar ga zetten. Dat kastje ga ik daar zetten. En ik wil een beetje een koffiecorner terug gaan zetten. Mijn koffieapparaat zit in mijn kledingkast. Vraag niet waarom. Die gebruik ik echt al een tijd niet. Dus die wil ik weer terug op de kast hebben daar. Met een grote glazen pot met allemaal koffiecupjes erin. Ik wil mijn Empire State Building even een leuker plekje gaan geven dan daar op de kast. Want daar heeft het alleen maar stof. Ik denk dat ik dat daar kwijt wil. Maar ik weet het nog niet zeker. Dus echt een beetje afwegen van waar ik alles wil hebben. Ik moet mijn gele kast opruimen. Ik moet mijn gele kast nog steeds gaan verven wit. Ik denk dat ik dat volgende week wil gaan doen. Dus ik moet even kijken hoe of wat. Maar ik wil nu in ieder geval dat soort kleine dingetjes eventjes gaan aanpassen. Dus let's go. We have little miss Alicia Marie with us. Maar stofzuigen gaan we eerst doen. Is nodig. Hard nodig. Afval moet weg. Stofzuigen. Kast moet schoongaan.
gewiped worden. We gaan eraan beginnen, anders gebeurt het nooit. Stofzuigen, done. Beetje georganiseerd. Ik heb alles bovenin in mijn kastje uitgezocht. En hieronder wil ik kleding gaan zetten. En wat voorraadje voor koffie en mijn make-up daar. Dus, dat ga ik nu doen. Heb ik er zin in? En moet het gebeuren? Dus, dat ga ik nu doen. Ik heb al mijn Lego en bouwdingetjes en zo heb ik er onderop gezet in de kast. Omdat ik daar verder toch geen plek voor heb. Mijn Empire State Building staat daar. Maar die past niet, helaas. Dus ik moet nog even kijken of ik dat misschien in een plankje aan de muur kan doen of zo. Dat hij wel gewoon in het zicht staat. Maar niet op een kast of zo. Dus dat het me geen ruimte kost. Dus ja. Dat is mijn ding wat ik nu eigenlijk wil gaan doen. Ik wil even de kast afstoffen. Überhaupt alles even afstoffen. En ik ga die pompoenlampjes weghalen. Want herfst is er nog wel. Maar Halloween en dat soort dingen zijn voorbij. Ik laat de bruine pompoens wel staan. Want dat kleedt toch een klein beetje aan. En het is en blijft nog herfst. Dus maar alle oranje pompoentjes en zo ga ik weghalen. Ga ik in mijn kast zetten. En ga ik het koffieapparaat naar boven halen. Tenminste weer naar voren halen. En dan ga ik dat even indelen. Dus ik heb mijn koffie. Ik ben de YouTube video's aan het kijken. Dus ik zeg het gaat helemaal top hier. En ik ben klaar. Tadaa! Dit werkt weer. Ik moet alleen even koffie halen. Dat ga ik nu ook doen. Maar mijn koffieapparaat staat weer. Alles is opgeruimd. Zit er alleen de vuilniszak die weg moet. Hier staat mijn laptop. Stofzuiger staat nog hier. Moet weg. Maar wat ik dus zeg. Ik ga dus heel even. Dat deze hier. Koffie halen. Bij de winkel. Het is 4 uur en 5 uur gaat het dicht. Dus ik heb nog eventjes. Maar dat ga ik even doen. En even kijken wat ze wouden avondeten. Want dan kan ik misschien gelijk avondeten halen. We gaan eens kijken. Goed, is het lekker warm buiten? Niet echt. Maar goed, maakt niet uit. Ik ga gelijk alle heattabletten halen. Want ik heb dus ook vannacht echt wel 4 uurtjes lang. Hey, dus die kat die Chris er tegenkwam. Hey katje. Die is niet lief. Oh, er zit een andere kat daar. Dat was de kat die ik gisteren tegenkwam. Maar, ik ga hem eens blazen, ik denk, oeh. Maar die was dus niet tegen mij. Maar, ik ga dus gelijk alle gietabletten halen. Want ik heb gisteravond dus van 1 uur of 12 tot 4 wakker gelegen met ontiegelijke jeuk aan mijn handen. Ik heb heel af en toe dat er is. Het is vanuit binnenuit. Het is niet dat ik een of andere gekke bultjes heb of weet ik het wat. Maar ik heb de kans op een jeuk krijgen vanuit binnenuit op mijn handen. Heel irritant. Maar die pillen werken daarvoor, dus die moet ik even nieuw halen, want die zijn op. En koffie. Goed, mondkapjesplicht is er uiteraard ook weer, dus die gaat gewoon weer op. Ik zit even bij de telefoon dingen te kijken, want ze hebben hier nog wel eens glasblaadjes. Ik hoop het, even spieken. Goed, het was heel druk bij de Albert Heijn, dus daar ben ik hier naar binnen gegaan. Ik heb wel koffiecupjes gehaald en thee. En ze hebben bij de Action dus honingballetjes. Super lekker voor in de thee überhaupt. Dus ik ben helemaal blij. Ik ben nu nog even bij het snoep aan het kijken of ze hier iets lekkers hebben. Dan heb ik ook nog lekker wat te eten. Misschien iets van snoepjes of zo. Pas wel. Ze hebben gewoon ook snoep. Maar hebben ze snoep wat ik lekker vind? Dat is de vraag. Vast wel. Haribo. Daar ben ik ook niet zo van. Zo'n is met erop. Oh, hier hebben die trolls. Dat vind ik ook wel lekker. Dat zijn van die Amerikaanse dingen. Dat is ook lekker trouwens, by the way. Lastig. Nee, ik zit even niet. We gaan even door. En hij mag weer af. Toch zie je nog heel veel mensen zonder. Helaas. Maar goed. Ik ga toch lastig met één arm de hele tijd. Maar ik ben goed geslaagd. Ik was niet veel kwijt, gelukkig. Ik heb koffie.
Ik heb eventjes een craft kartonboek meegenomen voor mijn ouders met kerst. Ik denk misschien is het wel leuk dat ze dan iets met kerst willen gaan vouwen, zeg maar. Met kerstprintjes. Dus even kijken hoe ze dat vinden. Maar ik doe even de camera weg, want het staat er een beetje zwart van de mensen. Letterlijk. Goed, het blijft een ding. Ik vlog dat altijd met links en dat mijn knoephoek aan de linkerkant zit. Dus altijd even zo aanzetten en dan heel gauw weer omhoog. Maar wat ik dus zeg, ik heb dus behoorlijk wel wat dingetjes gehaald. Het kost maar 20 euro kwijt voor deze volle tas. Dat had ik echt niet verwacht. Ik heb trouwens een superleuke kaars gekocht. Met cranberry geur. Maar ja, ik weet niet. Ik wil weer een kaarsje gaan branden en mijn kaarsjes zijn er maar op. En deze vond ik wel leuk, want die zit dus in een stolp. Dus oh, dat is wel leuk. Een beetje druk op de weg. Nu mag ik. Maar ja, in ieder geval dat. Dus ik ben nu weer terug naar huis aan het lopen. Het uitje gaat vandaag niet door wat ik zou doen. Ik zou even een bakje gaan doen met een vriend. Maar daar is echt wel tussen gekomen. Maar goed, geeft niet. Schuif ik van de week op. Dat is wel jammer. Maar we spreken elkaar waarschijnlijk volgende week weer de hele week. Dus wat dat betreft zitten we ook niet zonder elkaar. Dat is wel leuk. Maar ja, ik heb nog snoepjes gehaald. Even zo hoor. Ik heb nog snoepjes gehaald. En van die hazelnoot chocola stokjes. Even lekker om ook gewoon s'avonds wat te snacken bij de koffie of zo. Wel lekker. En die honingballetjes. Ik zal ze zo meteen wel even laten zien, want ze gaan toch mee naar boven. Maar het is echt grappig. Zeg maar hele kleine balletjes die je in je thee gooit, die smelten. En dan heb je honing. Heel leuk. Dus ik ben een soort van honing in zo'n fles. Op een gegeven moment gaat het glonter en hard worden. Daar hou ik niet zo van. En ook in zo'n potten zitten roeren vind ik ook niks. Is die kat er nog? Nee, jammer. Dat was juist zo leuk. Maar goed, lekker naar huis. En lekker eten zo meteen. En dan lekker een beetje opruimen. En lekker wat mak houden. Goed, ik ben terug. En wat heb ik nou uiteindelijk allemaal gehaald? Ik ga het jullie even laten zien. De moe, by the way. Koffie. En nog een koffie. En thee. En dit zijn dus die honingballetjes. Ik ga dat zo gelijk eens proberen. Hier zitten dus balletjes in. En dat is honing. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat zo is. Snoepjes. Nog meer snoepjes. Koekjes. Nog meer koekjes. Scheermesjes. Die waren op. Een dicht touw voor het hoofdeind van mijn bed. Ik vind dat een beetje saai. En natuurlijk die superleuke kaars. Ik ga hem even proberen open te maken. Ik weet niet waar die open moet, maar wel hieronder. Ik vond dit dus zo leuk. Dit is dus... Ik doe het zeer mijn hand, maar dat maakt niet uit. Dit is een stolp. Deze moet er uiteraard af. Dit is, hier is dus een kaars in. En deze zet je dus overheen. Dan heb je een heel klein stolpje staan. Super cute. Die ga ik hier uiteraard neerzetten. Dus ga ik gelijk even doen. Zo. Super leuk. Kijk. En ik ga dus de koffiecupjes... ga ik in die bak doen. Ik ga het jullie gelijk allemaal lekker laten zien. Want heel erg nuttig gaat deze vlog ook voor jullie zijn, denk ik. Ik denk dat ik hem nog lekker ga editen. Ik wil dus meer soorten koffie erin gaan doen. Maar deze was, er waren de enige die ze bij de Action hadden. Dus ik heb maar alleen deze. Ik weet, volgens mij zijn die honingballetjes niet verpakt. Dus ik ga ze denk ik in mijn kast leggen. Wat ik zeg, tenzij ze verpakt zijn, want dan doe ik ze wel gewoon in die pot. Maar ik denk dus dat ze niet verpakt zijn.
Ik denk dat dit gewoon al de pure honing is. Ja, dit is al de pure honing met... Nee. Dan leg ik ze in de kast. Want anders dan plakt alles straks. Het hoeft maar een keertje goed nat te worden. En alles plakt naar honing. Dat wil je niet. Althans, ik niet. Dus die honingdingetjes gaan de kast in. Zo. Dit is afval, dit is afval. Oh, mijn snoepjes en alles moeten... uiteraard ook de kast nog in. Maar die ga ik allemaal even lekker aan één kant leggen. Ik kan dus mijn linkerarm niet uit. Oh, wacht, ik ga even uit. Die erin en die er ook in. Maar die stop ik denk ik nog gelijk daarin. Dat vind ik op zich niet erg als er thee bij zit. Ik mis zo erg een arm, jongens. Echt vreselijk. Met alles wat je doet, wil je het gewoon gebruiken, maar het werkt niet. En het doet ook gewoon zeer, by the way. Ik ga dit niet open krijgen, hoor. Oh, waar is die opening? Het is echt vet goed vastgeplakt. Dit is dus ondertussen een doosje thee. Oh, wat erg dit. Maar ik ga deze theezakjes dus ook gewoon lekker hierin gooien. Want de koffiecupjes zijn dicht en de theezakjes, maar dat maakt niet zo heel erg uit eigenlijk. En ik ga zo een theetje proberen. Want dat lijkt me dus wel lekker. Ik ga even al het afval weggooien en even alles een beetje recht trekken weer. En dan ben ik zo bij jullie terug. Goed. Theetjes gezet. Ik ben heel erg benieuwd naar... de honingballetjes. Ik ga hem erin doen. Ik ben benieuwd. Ik ga eens kijken waar die is. Oh, hij is dus al helemaal aan het smelten. Er is er bijna niks meer van over. Hij smelt dus inderdaad gewoon helemaal weg. En dan zit er honing in thee. Lachen. Dat is dus de honing. Lekker hoor. Theetje drinken dus. Goed, inmiddels ben ik lekker omgekleed. Ik heb alles opgeruimd wat ik moest opruimen. Ik heb morgen nog een paar dingen te doen. Maar komt morgen wel. Ik heb net een kop koffie op. Trouwens, lekkere koffie. Wel heel even wennen, maar het is wel lekkere koffie. Ik krijg pijnstillingen nemen. Ik heb ontiegelijk veel last van mijn schouder. Echt zeer. Maar ja, het is nu inmiddels 7:15. Sorry. Best een heerlijke tijd. Hoe laat wil je morgen dan afspreken? Of... ik zou morgen een uurtje of 11 of zo. Ik ga morgen namelijk met Ash even een bakje halen. Die is vandaag jarig. Maar ik heb zelf, ben zelf niet in de gelegenheid geweest om erheen te gaan. Eerlijk gezegd heb ik even geen zin in gehad. Maar morgen, ik heb nog een heel klein cadeautje voor haar.
Dus dat morgen. Dus dat geef ik hem morgen eventjes. En verder niet zo heel veel eigenlijk. Ik ga niet slapen nog. Ik wilde wel gaan slapen, maar dat ga ik niet doen. Want het schiet gewoon niet op. Dan ben ik weer vannacht wakker. Daar heb ik geen zin in. Dus ik blijf nog wel even wakker. Ik ga even wat sap halen beneden. Ik heb even dorst. Even wat koud trek. Ik zat denk ik om nog wat aan mijn Lego te doen. Maar ik denk dat ik dat gewoon lekker komende week doe. Want ik moet dinsdag en donderdag ben ik vrij. Dus ik denk dat ik het dan doe of zo. Even kijken, ik weet het nog niet. Gewoon alles op het gemakje. En dan komt het vanzelf. Even wat drinken pakken. En dan denk ik dat ik de vlog hier alvast ga afsluiten. Aangezien ik nu toch niks meer doe. Ik heb trouwens een nieuw vriendje erbij. Uiteraard. Hier zat er ook in, maar die gaat weer weg. En nu komt hij hier. Dus ja. Ik ga in ieder geval gewoon lekker de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe een duimpje omhoog. Als je het leuk vond. En hopelijk gaat het volgende week met mij wat beter. Met het vloggen wat beter. En er komen volgende week wel wat meer leukere dingen aan. Ook is volgende week de intocht van Sinterklaas in Spijkenisse. De officiële intocht. Daar wil ik proberen volgende week zaterdag bij te zijn. Ik zou het zo leuk vinden om daar gewoon bij te kunnen zijn. Ik ben heel benieuwd. Ik ga het meemaken. In ieder geval, ja. Ben ik in ieder geval blij dat ik volgende week nog een beetje kan werken. Maar goed, dat is nog niet. Het is morgen nog zondag. Dus we gaan morgen nog gewoon lekker genieten van het weekend. Ik zie jullie heel snel bij een nieuwe vlog. Doeg!